50 jaar geleden werd het Vredespaleis in Den Haag de zetel van het Permanente Hof van Internationale Justitie, dat na de Tweede Wereldoorlog de naam Internationaal Gerechtshof kreeg. Ter herdenking van het jubileum is het huidige hof, samengesteld uit 15 rechters uit 15 verschillende landen, in een bijzondere zitting bijeen geweest. De aanwezigen, onder wie leden van het Corps Diplomatique en de ministers Schmelzer en Van Acht, luisterden naar een toespraak van de huidige president, de Pakistani Sir Mohammed Zafrullah Khan, die terugblikte op de 50-jarige geschiedenis en die daarbij uiteraard de eerste zitting van het hof in 1922 memoreerde, toen de achtenswaardige rechters en de buitenlandse diplomaten slechts buiten in de tuinen van het Vredespaleis gefilmd mochten worden. Zafrullah Khan herinnerde in zijn toespraak tevens aan een aantal belangrijke internationale geschillen die door het hof zijn behandeld en opgelost. Zo onder andere dat tussen Engeland en Albanië over incidenten bij het eiland Corfu, waarbij Sir Hartley Shawcross voor Engeland pleitte. In the most substantial sense, a pivotal point in the organization of peace. Het hof behandelde ook kwesties als de schending van de mensenrechten. Monsieur le président, messieurs les membres de la cour. Het internationaal gerechtshof is een instituut dat de vrede alleen kan dienen als de staten bereid zijn hun geschillen aan de rechters voor te leggen in plaats van naar de wapens te grijpen.